6 wedstrijden tot het eind van de competitie. En de eerste van die 6 wedstrijden is zondagmiddag tegen Heracles. Vrijdag werd er getraind met onder andere Isaac Cuenca, Ryan Babel en Christian Paulsen. Cuenca is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Paulsen zit daar wel weer bij. Ryan Babel zou zondag zelfs al in de basiself van Frank de Boer kunnen starten. De blik was deze week dus gericht op Heracles. Maar één speler keek af en toe nog even achterom. Een paar keer wel, eerlijk gezegd. Ik heb wel in een paar sms'jes gekeken en ook op Facebook messages gekeken met een YouTube-video van het doelpunt. Dus wel een beetje gekeken. Maar de knop is om en Ajax zal zondag de reeks overwinningen van 4 naar 5 willen uitbreiden. Op weg naar een eindsprint die doet denken aan de afgelopen 2 seizoenen. Ja, ik denk dat we nu iets eerder op kop komen te staan. We hebben het ook iets langer al in eigen hand. Maar op zich, je ziet dat weer de laatste rechte lijn. En dan kan je een beetje vergelijken met vorige seizoen, omdat je eigenlijk alles moet winnen. Vorig seizoen ging het natuurlijk goed, het seizoen daarvoor ook. Wat was toen de sleutel tot succes? Ja, ik denk dat het misschien een cliché natuurlijk, maar gewoon wedstrijd tot wedstrijd bekeken. En dat het wist dat er geen enkel punt meer mocht verliezen. En toen hebben we dat ook gedaan. We speelden ook in onze beste periode. En nu lijkt het ook zo dat we daarin zitten. Alleen je mag niet denken dat je, omdat het volgende 2 seizoenen het zo gebeurt, dat het dit seizoen weer gebeurt. Want dan kan het snel voorbij zijn. Als je nu punten verliest thuis tegen Heracles, dan ga je op een andere manier, met een ander gevoel naar PSV, denk ik. En dit eerste hier de 3 punten behalen en dan kunnen we verder kijken. Vorige week heel goed gedaan en hopelijk zondag weer beter. En dan zijn we klaar voor PSV, maar dat is nu niet het belangrijkste. We moeten zorgen dat we tegen Heracles 3 punten gaan pakken en dan kunnen we weer doorgaan. Is het moeilijk om niet al een beetje over die wedstrijd van zondag heen te kijken richting die topper met PSV? Natuurlijk gebeurt het wel een beetje vanzelf, omdat iedereen het natuurlijk over heeft. Alleen nogmaals, als je je punten verliest, dan moet je daar gaan winnen. En als je hier wint, ja, dan heb je bij wijze van spreken met een punt genoeg daar. Dan heb je nog steeds in eigen hand. Maar zover moet je niet denken. Eerst de 3 punten hier en dan zie je verder. Al de wereld spreekt uit ervaring, want net als een groot deel van de selectie weet hij wat er bij een titelrace komt kijken. Voor Fischer is het daarentegen allemaal nog nieuw. Ja, ik ben het helemaal niet gewend. Dus ik hoop dat ik wat hulp krijg van de wat meer ervarende jongens. maar dat zie je ook in de laatste paar wedstrijden. Dat de wat ervarende spelers, Siem, Christian, Toby, ja, Niklas, ze doen gewoon uitstekend. En zo denk ik ook dat ze doorgaan. En dan is het niet zo lastig als jonge speler om mee te gaan. Je bent weer los qua doelpunt, hè? Kunnen we zondag nog wat verwachten dan? Ik vind dat je altijd van een aanvaller doelpunten moet verwachten. en ik hoop ook dat een van de aanvallers weer gaat prikken. En dan weer een lopje of is dat iets ambitieus om weer een wereldgoal te maken? Daar gaat het niet om. Hij moet gewoon in de net zitten.